Bart Duin uit Amsterdam was net de was aan het ophangen, totdat ze dacht, ik doe mee met het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Mariette Duin is getrouwd met Jan en heeft maar liefst 3 kinderen en heeft zich opgegeven voor... 50 pop of een envelop. Dag Mariette, goedemiddag. Goedemiddag. Toch niet familie van André van Duin, Mariette Duin? Nee, echt niet. Nee, ik ben weet je het gelijk zeker? Met hem jarig, ja. Oh, je bent gelijk met hem jarig? Ja, ongeveer volgens mij. Ja. Ook toevallig? Ja, is ook toevallig. Ja, is heel toevallig, ja. Nou goed, wij gaan jou vragen. Wil jij een algemene vraag of wil jij een muzikale vraag? Doe maar een algemene vraag. Een algemene vraag. En dat allemaal om zo meteen te mogen graaien in het doosje van Aline. Want dat wordt helemaal vol met prijzen gedouwd. Maar dan moet je wel het antwoord goed hebben. Thomas gaat je de vraag stellen. Dan krijg je nog 6 seconden om over na te denken. En dan wil ik graag het antwoord van je horen. Is dat goed? Ja, oké, okay, dan komt hier de vraag. Wat is een zeeduivel? Is dat A, een vis of B, een insect? Duin uit Amsterdam. Wat is het antwoord? A of B? Dat is een vis, dat is A. Ja! Gefeliciteerd toch maar weer, Mariette. Dankjewel. Ja, en als je heel goed luistert, dan hoor je het doosje rammelen van... Ik mag niet meer rammelen. Je mag een klein beetje rammelen. Klein beetje. Zachtjes. Iets harder. Zo recalcitrant kind is. Ja, dat is hem. Ja. En er zitten 50 enveloppen in, Maria, met allemaal mooie prijzen. En sterker nog, een aantal weken geleden hebben we een auto weggegeven, zomaar hier in de show. Oh, wow. Ja, ja, ja. En er zit er allemaal in. En ik heb goed nieuws voor jou. Doordat je meedoet met 50 Wop, val je sowieso met je neus in de prijs. En want dan krijg je sowieso kaarten. Kaarten? Van Elin ook maar voor Sherman House. Ja, bij deze. Dus die heb je al te pakken. Okay. En dan moet ze nog een envelop. En dan mag ze ook nog graaien. Een nummertje graag tussen 1 en 50, Mariette. 17. En waarom 17? Ik zoek hem alvast. Nou, dat weet ik niet. Dat zomaar komt in me op. Ja, zou een geluksgetal voor je kunnen betekenen? Ik hoop het. Ik hoop het ook dat er een leuke prijs is. Maar er zit ook een mispoes in. Ja, die zit er ook in. Oh. Ja, hoe is dat je kattengrint? Dat is een mispoes. Ja, ja, dat weten we nou wel. De poes loopt vast. De poes loopt vast. Daar hadden we wel vaker last van, hoor. Nou, zo, we gaan de enveloppes even maken. Even laten zien. Ja. Nummer 17. Yes. Die wordt nu opengemaakt voor Mariette Duin uit Amsterdam. Een stuk met de was in de weer. En toch heeft ze even opgegeven. Getrouwd met Jan. Heb je het leuk met Jan, Mariette? Ja, natuurlijk. Ja. Leukste man van de wereld. Ja, dat weet je toch. Dat weet je toch. Zeg, vertel maar, wat heeft hij stellen? Graag. De prijs van vandaag in 50 pop of een envelop is een rondvaart van de Rederij Smitje in Amsterdam. Een rondvaart? Met het hele gezin. Met een heel arrangement erbij. Met een heel arrangement erbij. Oh, met een arrangement. Ja, hapjes en drankjes. Oh, wat leuk. Met z'n vijven, lekker in Amsterdam, een mooie rondvaart. Ja, hartstikke leuk. Toch enig? Nou, ik vind het toch wel leuk dat we het goed voor je geregeld hebben. Ja, het ligt bij de deur, dus... Ja, nou, dat is helemaal een heerlijk notabene. Ja. En je mag naar Sherman House. En naar Sherman House. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar je valt wel met je neus in de boter, hè? Jouw zaterdagmiddag kan niet meer stuk. Goed, nee, allemaal dankzij keurende middag. En mag je ook nog de groetjes doen, Mariette? De groetjes doen? Als je wil. Aan iedereen die ik ken en die ik lief heb en... Noem maar op. Nou, noem ook nog even de namen van je 3 schatten van kinderen. Misha, Helene en Madeleine. Schitterend. En laten we Jan niet vergeten, want dat is ook een groot kind waar je van houdt. Ja, natuurlijk. De prijs komt snel en gefeliciteerd. Mooi weekend, hè, Mariette? Juist, dank je wel. Doei, doei, doei. Hoi, hoi, hoi. En Radio.